Hey, goeiedag. Mijn naam is Jorik van Happy Investors. Ik help mensen naar financiële onafhankelijkheid. Dat doe ik enerzijds door mindset te combineren met lange termijn beleggen. Specifiek lange termijn beleggen omdat we een hoger rendement willen hebben tegen een lager risico. Het gaat altijd om de balans tussen rendement en risico. Want we willen met zekerheid, of zoveel mogelijk zekerheid, ons vermogen opbouwen voor de lange termijn. En het liefst natuurlijk met zo min mogelijk zorgen, als dat mogelijk is. In feite willen we eigenlijk net als mijn kat Bagheera lekker genieten van het leven terwijl we geld voor ons laten werken. Een van de manieren om toch wel meer passief te beleggen tegen een acceptabel mooi rendement is door ETF's te beleggen. Dus in deze video gaan we het hebben over hoeveel kan je investeren in ETF's en wat levert ons dat op. We gaan kijken naar het scenario voor eenmalig investeren, we gaan kijken naar het scenario voor jaarlijks investeren en we gaan kijken van hoeveel moet je nou investeren in ETF's om 10.000 euro aan dividend per jaar te gaan genereren. Het is natuurlijk allemaal niet schokkend, maar het gaat om het principe, om de mindset, dat als je begint met investeren, we willen geld voor ons laten werken. Er zijn verschillende manieren toe, maar hiertoe gaan we specifiek kijken voor ETF's. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Hierop deel ik allerlei lessen over hoe je hoog rendement kan halen tegen lager risico. En dus specifiek gaan we nu kijken naar ETF's. En vergeet niet, laat geld voor je werken. Het eerste scenario is eenmalig investeren in ETF's. Nu, we gaan hiervan uit dat wij dus gaan investeren in grote wereldwijde ETF's. Waarom wereldwijd? Omdat die hebben een hele grote risicospreiding. Dus die investeren in heel veel verschillende aandelen over heel de wereld. Ik ga hier niet in detail uitleggen wat een ETF is en hoe dat werkt. Daarvoor heb ik andere video's gemaakt. Bijvoorbeeld de beste ETF's uit de Giro kernselectie. Zie je hierboven een linkje naartoe. Maar bij de wereldwijde ETF's mogen we uitgaan van gemiddeld 8% per jaar. Dit is geen stabiel rendement, dit fluctueert. Het ene jaar kan het min 20% zijn, het andere jaar kan het plus 30% zijn. Dus die 8% gemiddeld per jaar, die geldt over een hele lange tijdsperiode van 40, 50 jaar om en nabij. Daarbij moeten we ook zeggen dat ETF's die zijn relatief nieuw, die bestaan nog geen 40 jaar. Maar we hebben het hier over het marktgemiddelde. Als je heel veel spreidt, benader je het marktgemiddelde meest betrouwbare. En voor heel veel, zeker voor beginnende beleggers, is beleggen in ETF's, ja, wereldwijde ETF's is één van de beste manieren. Want je loopt daardoor minder risico. En omdat je minder risico loopt, maak je ook gewoon minder fouten. Zo simpel is het. Dus we gaan uit van wereldwijde ETF's, 8% rendement. En we gaan er ook vanuit dat we alles continu herinvesteren en van dividend en dat we buy and hold doen. Dat betekent dus eigenlijk dat we eenmalig investeren en we laten dat gewoon langere tijd vasthouden. Nu zoals altijd, we rekenen met inflatie van 2% en belasting laten we buiten beschouwing omdat het heel persoonsgebonden is hoeveel geld je hebt op dit moment. Eenmalig ETF investeren, wat levert ons dan nou op? Nou, we zien hier een tabel en aan de linkerzijde zien we de inleg. Dus we hebben 10.000 euro inleg als hypothetisch voorbeeld, 25.000, 50.000 en 100.000 euro. De tabel, ik heb hiervoor de rekentool gebruikt, die kan je gratis downloaden op mijn website als je zoekt naar gratis trainingen beleggen. En die geeft aan, als wij 10.000 euro investeren in 10 jaar tijd, dan hebben we over 10 jaar tijd 17.000 euro op onze bankrekening. Dat zal iets meer zijn, omdat hier gaat die 2% inflatie van af. En dit valt nog wel onder de belastingregels, onder die grens van 50.000 euro. Dus hier zou je in principe ook eigenlijk geen rendementsbelasting over hoeven te betalen. Oké, nou ja, daar word je natuurlijk niet helemaal wild van na 10 jaar, want 10 jaar is al lange tijd. Maar na 30 jaar hebben we al meer met 10.000 euro en dan komen we uit op 55.000 euro om en nabij. Het wordt natuurlijk interessanter als jij meer gaat inleggen. Hey, dat is heel erg simpel. Hoe meer je inlegt tegen lager risico, hoe meer geld je potentieel kan maken. Dat is altijd het risico. Daarom abonneer op mijn YouTube kanaal. Ik deel heel veel tips over hoe je risico kan verspreiden. En fouten kan vermijden. Want je moet geen verlies maken. Maar hier gaat dus uit van die 8% gemiddeld. Nou, als we gaan 100.000 euro investeren. Ja, dan wordt het al meer interessant. Dan de 10 jaar hebben we eigenlijk die 17 keer 10. Heel logisch. En dat blijft zo doorgaan. Dus dan zouden we na 30 jaar zouden we al een bedrag van 55.000 euro hebben.
betekent eigenlijk, als jij nu 20 jaar bent en je hebt op een of andere manier 100.000 euro, dan kan je na 30 jaar dus met vervroegd pensioen gaan. Natuurlijk, heel weinig mensen komen hiervan aanmerking, dus we gaan zo meteen kijken hoeveel jaarlijks investeren ons oplevert. Maar we blijven nog even bij het eenmalig. Hier zie je de voorbeeld van een rekentool, die kan je gratis downloaden, zoals ik al zei. Nou, we gaan hier uit van het startkapitaal van 50.000 euro. Het rendement is 8%, zoals ik zei, inflatie is 2%. En je ziet eigenlijk de curve van dat die steeds meer toeneemt. He, dat is de exponentiële toename van rendement op rendement. Hoe langer jij de tijd neemt om rendement op rendement te laten renderen, hoe hoger en sneller jouw vermogen groeit. Wereldwijde ETF's, onthoud dat. Dit gaat op voor heel veel spreiding. En natuurlijk zijn er nog manieren om hoger rendement te halen. Maar dan wordt het wel iets meer actief. Een voorbeeld daarvan, voorbeelden daarvan deel ik op de Happy Investors Community. Het tweede scenario is jaarlijks ETF investeren. Dus nu wordt het interessanter. We houden het rendement van 8% aan. En wat we gaan doen, we gaan ons inleg verhogen. En dat doen we op een hele simpele manier. Gewoon door iedere maand een vast bedrag extra in te leggen. We kijken niet naar de koers. We zeggen gewoon van nou, op de eerste maandag van de nieuwe maand koop ik x van die ETF's. En daarin kan je niet één ETF hebben. Je hebt altijd een set, een portefeuille nodig van verschillende ETF's die elkaar aanvullen. Complementaire ETF's. Als je jaarlijks 10.000 euro investeert, ben je binnen 25 jaar met vervroegd pensioen. Dan wordt het natuurlijk al interessanter. Kijken naar de tabel. Nou, we beginnen rustig aan met een inleg van, dit is jaarlijks, hè, dus 2500. Als je dat deelt door 12, dan kom je uit op ietsje meer dan 200 euro. Als je 200 euro per maand inlegt, tegen slechts 8% rendement, is gewoon goed. Niet schokkend hoog, maar gewoon oké. Dan zou je na 30 jaar zou je al 2 ton kunnen hebben. Stel, wij gaan inleggen 5000 euro per jaar, dan wordt het al meer. Nou, we hadden het scenario genoeg van 10.000 euro en dan zou je na 20 jaar zou je om en nabij 380.000 euro hebben. Alleen hier gaat nog wel de belasting vanaf. Hey, als je boven de 50.000 komt als individueel persoon of je komt boven de 100.000 met fiscaal partner, dan ga je belasting betalen. Ik heb dat een beetje nagerekend en eigenlijk zou je moeten uitgaan van vanaf dat bedrag 1% van je rendement afhalen en dan om en nabij is dat dan de belasting die je inlevert. En op lange termijn is dat best wel veel. Hè? Dus die 380 zal misschien uitkomen op 350. Ik heb dat niet nagerekend, maar dat kan je eventueel zelf nog doen. Hoe dan ook, dat is veel meer geld dan als je dat allemaal niet doet. Als je op de spaarrekening zet, wordt het veel minder waard. Natuurlijk, dan heb je ook veel minder risico. Dat is waar. Maar je laat geld niet voor je werken. Je wordt armer in plaats van dat je rijker wordt zonder daarvoor arbeid te hoeven leveren. Het is allemaal gewoon slim omgaan met je geld. Ja, het wordt natuurlijk interessanter als je 20.000 gaat inleggen, maar niet heel veel mensen kunnen dat misschien. Maar die 10.000 euro, dat betekent eigenlijk omgerekend om en nabij 830 euro per maand. Ja, dat zou haalbaar moeten zijn voor de meeste van ons. Is dat niet voor je haalbaar, dan vind ik zelf dat je je eigen verantwoording moet nemen van als je dit wil bereiken, dan moet je ook maar gewoon harder werken. En desnoods op zaterdag ook erbij werken, een bijbaantje, een side hustle of extra overwerken op je baan, maakt niet uit. Maar er is altijd een mogelijkheid om meer geld te verdienen. En meer geld verdienen is natuurlijk leuker dan moeten besparen op je vaste lasten. Daar hoort niemand blij van. Maar ook dat zou een optie kunnen zijn. Nou, kijken naar de grafiekvorming, dan zie je wederom de curve. Dus 10.000 euro. En je ziet hoe snel dat ook toeneemt. De blauwe lijn die neemt ook steeds meer toe. Dat betekent het aandeel van rendement wat op je vermogen komt. En natuurlijk, je herinvesteert alles. Ook je dividend wat je krijgt, alles blijven voor 20 jaar of 30 jaar vasthouden. En dat is een hele lange tijd. Alleen het gaat hier om een hele bewuste keuze. Als je dat nu begint, zeker als je nog wat jonger bent, ja, dan kan je op lange termijn zoveel vermogen maken. En dan hebben we het hier rekenen dan nog bij 8% rendement, terwijl je ook hoger zou kunnen halen. Nou, het laatste scenario is van, vind ik altijd leuk om te weten. Hey, stel nou, we willen 10.000 euro aan dividend hebben. Dus ieder jaar ontvangen wij 10.000 euro aan rendement, netto op onze rekening, waarvan wij kunnen leven. Hoeveel zou dan moeten investeren met ETF's? Ja, hier wordt het wat, ik zal zeggen, subjectief. Ik ga ervan uit van, oké, we moeten een mix aanmaken tussen hoog dividend ETF's. Dat zijn eigenlijk gewoon ETF's met daar heel veel aandelen die heel veel dividend uitkeren. Plus een set van wereldwijde ETF's, want we willen nog wel steeds die spreiding hebben. Je hebt ook
wereldwijde dividend ETF's. Ja, het is allemaal zo mooi tegenwoordig. Dus die kan je ook nemen. Alleen het gaat wel om, mijn inziens, om de spreiding. Hè? Want je hebt aandelen, je hebt vastgoed en zo heb je ook nog andere investeringen. En eigenlijk wil je overal een beetje in hebben, zodat je een goede verdeling hebt over verschillende investeringsmarkten. Ook zo kan je weer risico's spreiden. Dus ja, wij gaan even uit van de mix van hoge dividend en wereld ETF's. Ik ga ervan uit dat 3,5% dividend per jaar realistisch is. Ik zei het al, je hebt de hoge dividend ETF's en die kunnen tussen 5 tot 7% uitkeren. Soms iets hoger, soms iets lager. En wereldwijde ETF's verschilt ook, maar dit zit tussen de 0,5 en de 2,5. Dus ik ga ervan uit, we doen gewoon een mix tussen die ETF's en we komen om en nabij om de 3,5 uit. En dan reken ik natuurlijk aan de voorzichtige kant. Natuurlijk, als je meer risico wil nemen, kan alles meer zijn. Dat kan altijd. Maar ja, goed. Hier gaan we van een realistisch perspectief uit. Nou, 10.000 euro aan dividends. In principe hebben we daar minimaal 400.000 euro voor nodig. Dus dat is heel veel geld. Niet iedereen heeft zoveel geld, helaas. Als we dat zien, wat gebeurt er nou? Hier gaan we belasting betalen. Nu, ik ben geen belastingexpert. Maar er zijn wat regels binnen de Belastingdienst en die kunnen we hanteren. Dus dit geeft wel een feeling, een inzicht van wat er ongeveer gaat gebeuren met ons geld. Nu, als je een fiscaal partner hebt, je bent met z'n tweeën, dan betaal je geen fictief rendement over jouw belegd vermogen. Kom je daarboven, dan ga je vanaf dat moment wel daarover betalen. Dus dan moet je die 300.000, dan moet je min die 100.000 doen, dus dan wordt je belastbare, is 200.000 euro. Nou, doen we dat keer 4,5% fictief rendement, dat is 9.000 euro. En over die 9.000 euro moet je 31% belasting betalen. Hier ga ik ervan uit dat wij dividendbelasting als particulier terugkrijgen. Normaliter is dividendbelasting 15% voor particulieren. Maar die kan je bij de Belastingdienst weer terugvragen. Dus ik ga ervan uit hier dat we gewoon alles terugkrijgen qua dividendbelasting. Maar dat we wel belasting betalen, 31% over ons fictief rendement. Dus in dit geval, we hebben 4 ton. We betalen om en nabij 4.000 euro aan belasting. Ons dividend is slechts 3,5% per jaar. Dit is dus exclusief koerswinst, dit is alleen het dividend. Is 14.000 euro, dus belasting min dividend is netto 10.000 euro. Oké, 4 ton. En maar 10.000 euro net aan dividend, daar wordt niet iedereen heel erg blij van. Dus wat kan je doen? Ja, natuurlijk zijn er weer heel veel verschillende manieren. Je kan natuurlijk ook later beleggen. Of je kan bijvoorbeeld investeren bij Sinvest. Daar heb ik ook een video over gemaakt. Sinvest die investeert, die levert 8% dividend per jaar. En 8% is een relatief hoog dividend. Maar ook hier geldt weer, je kan niet al je geld, dus wat is het, 100.000, 200.000 euro, je kan niet allemaal op Sinvest zetten. Nee, ook daar moet je weer natuurlijk voor spreiding zorgen. Hoe dan ook, je hebt ook aandelen. En aandelen die hoog dividend uitkeren, dan kan je uitgaan van ongeveer 7%. Dit is wel aan de hogere kant, moet ik zeggen. Je hebt ook hoog dividend aandelen van 10%. Alles kan, maar alles heeft ook weer voor- en nadelen. En een nadeel kan zijn bij hoog dividend aandelen dat de koerswinst meestal koersverlies is. Dus dat de koers op lange termijn eigenlijk alleen maar daalt. Ook omdat de dividend van de koers afgaat. Maar in dit geval met 7% dan schieten we wel meer op. Want als wij dan 4 ton hebben. En dan gaan we natuurlijk meer belasting betalen. Belasting blijft hetzelfde. Maar dan krijgen we meer dividend. Dus bij 4 ton zouden we onderbij bijna 30.000 euro aan dividend krijgen. Minder belasting is netto 23.000 euro. Oftewel 2.000 euro netto per maand aan dividendinkomsten. En dit is ook waarom heel veel mensen zo graag in vastgoed doen beleggen. Vastgoed geeft ook, net als dividend, cashflow. Iedere maand krijg jij cashflow, dus geld op jouw rekening. En dat is eigenlijk ook een vorm van dividend. Super interessant, hè? Dividend in beleggen is sowieso interessant. Op dit moment heb ik daar nog geen video's over, maar dat komt er nog aan. Ik heb daar wel heel veel artikels op geschreven op diehappyinvestors.nl. Dus mocht je daarin willen verdiepen, dan dat is sowieso slim. Dankjewel voor het kijken. We hebben hier dus een beeld gekregen van hoeveel levert investeren in ETF's ons op. We hebben het gehad over eenmalig investeren, we hebben het gehad over jaarlijks investeren. We hebben gezien dat als we 10.000 euro per jaar gaan investeren, omgerekend om en nabij 830 euro per maand, in ETF's tegen 8%, en we doen dat consistent voor 20 jaar lang, we blijven alles herinvesteren, dan zouden we na 25 jaar al met vervroegd pensioen kunnen gaan. Mocht je dat willen,
Natuurlijk zijn er ook andere alternatieven, gewoon minder werken of wat dan ook. En dan kan je je doel veel eerder behalen. Dus ETF's is altijd gewoon super interessant. Laat geld voor je werken, dat is denk ik belangrijk. Maar doe het wel alleen met geld dat je kan missen. De assumptie is, er kan altijd iets fout gaan. Dus je moet ervoor bereid zijn om risico te nemen. En je moet kunnen accepteren dat je ook veel geld kan verliezen. Als je het slim doet en je volgt goed de tips over beleggen, dan niet. Maar het kan ook altijd fout gaan. Hè? Dus wees ervan bewust. En je zit altijd veilig als je het alleen maar belegt met geld dat je kan missen. Dus dat is ook een stukje mindset. Dat je dankbaar bent voor hetgeen wat je al hebt en dat je eigenlijk minder hoeft. En dan is het eigenlijk alleen maar makkelijk en dan wordt het een spelletje. Althans voor mij. Maar een gevaarlijk spelletje. Dus ik zou zeggen, abonneer. Want dan volg je nog steeds, dan mis je geen video's meer op YouTube. Je kan ook mijn website bekijken, die heb je investors.nl. Of je kan eens een kijkje nemen op onze community. Daarin geef ik ook persoonlijke coaching naar hoger rendement. Ik kan me voorstellen dat het best wel veel is. Ik ben ook benieuwd naar jouw ervaringen over ETF's beleggen. Deel die zeker met mij in de reactie hieronder. Of heb je andere vragen, dan help ik je graag verder. En nogmaals dank. En ik zou zeggen, tot de volgende video.